iedereen en vandaag spreken we met wethouder Sietje Jan Lap. Ja, welkom. Dankjewel. Vraag 1. Het is het oude terrein van onder andere Archivfirm waar we nu staan. Bedrijven hebben plaatsgemaakt voor woningen. Nu vieren we het grootste punt van de silo. Is dit voor u zelf ook een hoogtepunt voor wat betreft de woningbouw in de gemeente Dronten? Nou, ik denk dat het inderdaad ook voor mij een van de hoogtepunten is dat op deze unieke plek hier... Waar een hele historie aan bedrijvigheid is geweest, zoals je het al benoemt. Hè? Een van onze oudste industrieterreinen. Ja, dat we hier nu op deze mooie plek een heel stukje mooie woningbouw kunnen doen. Ja, dat is ook voor mijn korte carrière als wethouder ook een hoogtepunt. Ja, absoluut. Dank u wel. Bent u als wethouder ook actief betrokken bij de woningbouw in de gemeente Dronten? Dus heeft u tijdens de bouw ook veel contact gehad met de betrokkenen? Nee, dat is eigenlijk mijn collega Peter van Bergen, die zich echt inzet ook voor de woningbouw en Dronten ontwikkelt. Ik ben als wethouder grondzaken, ben wel aan de zijlijn betrokken. Al het grond wat hier in de gemeente Dronten eigendom is van onze gemeente. En daar ga ik dan weer over. En in samenspraak met wethouder van Bergen doe ik dat. En hij is eigenlijk primair het meest actief betrokken bij de woningbouw. Dank u wel. Er moeten op de havenkade onderdeel van het havenkwartier nog meer woningen gebouwd gaan worden. Ligt de bouw op schema? De bouw ligt naar mijn weten op schema, maar het kan natuurlijk nooit snel genoeg. Hè. We willen liever vandaag al deze huizen klaar hebben dan morgen. Maar zoals ik heb begrepen ook van de opzicht vandaag, is dat de bouw voorspoedig gaat en op schema. Dat kan nooit snel genoeg. Dank u wel. Ziet u uzelf hier wonen? Lekker aan het water? Ik zie mezelf zeker hier wonen en ik kan je een klein geheimpje vertellen. Ik heb ook heel even gekeken hier of er een huis naar mijn smaak was, want ik vind het echt een mooie locatie. Ik heb net ook even boven gekeken, bepaalde appartementen die dus naar het westen kijken en naar het zuiden kijken. Dus ik zie mezelf stiekem wel een klein beetje wonen. Dank u wel. Wat vindt u van de plannen om de gemeente rond te laten groeien naar 60.000 of nog meer inwoners? Dit betekent dat zo'n 8.000 tot 12.000 extra woningen gebouwd moeten gaan worden. Ik denk dat het zeker staat dat onze gemeente Dronten gaat groeien. En daar sta ik ook heel positief tegenover. Maar welke groei dat nou zal zijn, hè? Zijn dat maar een paar duizend inwoners erbij? Of gaan we groeien naar wilde plannen van 80.000? Nou, daar is echt de gemeenteraad echt aan het set ook om zoekende met ook onze inwoners om te gaan kijken van nou, welke schaal past daar nou het beste bij. En of dat nou 50, 60 of 70 is, nou laten we daar met elkaar in over gesprek gaan. Maar dat het Dronten groeit, ja, daar ben ik alleen maar blij mee. Dank u wel voor het interview en dan zou ik zeggen tot ziens in de avond. Tot ziens.